Hey jongens, goedemiddag. Ik ga naar Amsterdam voor een pastelkiesvlog. Ik vond het vorige keer zo leuk. Ik wil nog een keer, dus kijk gezellig mee. Ik ben van weer. Oké, ik heb mijn blusje aan van Zara. Echt mijn favoriete blusje op het moment. Van mijn vorige shoplog, pastelkiesvlog. Zara broek en SP schoentjes. En ik ga er wat veel dingetjes passen. Shirtjes en truien. Ik vind het trouwens super leuk om gewoon een beetje te kijken en ik wil niet te veel kopen. Ik vind het gewoon heel leuk om te zien hoe alles staat en zo wat er is. Deze is 16 euro nu in de sale. En ik hou dus heel erg van dat dit strak zit en de rest wijd. En op zich vind ik het best wel een mooie kleur, maar hij is verder al best wel saai. Hij zit heel lekker. Echt een comfortabele trui. Ja, ik vind hem best mooi staan. Maar ik ga eerst even de rest passen. Oké, dit staat niet. Hij is 8 euro. Hij is best wel groot. Maar ik was vroeger echt een enorm Snoopy fan. En ik vind het ergens echt een super vette top. Ik vind hem zo leuk. Hij maakt echt breed of zo. Terwijl de streepjes niet breed zijn. Ja, ik vind hem heel leuk. Hij is 8 euro. Dat kan je denk ik heel tof combineren en anders kan hij altijd als pyjama of zo. Wat vinden jullie? Lachen! Je wordt wel echt in je broek. Eigenlijk kijken of hij misschien een M is. Volgens mij is deze ook 8 euro. Ja, er zit geen sticker op, maar volgens mij is hij wel een sale. Ik vind hem eigenlijk best heel erg leuk staan. Ik heb wel echt al een aantal lege shirts. En dit zit niet op je boobs. Ik dacht dat het zo zou zitten, zeg maar. Maar ik vind hem wel leuk, maar ik ben echt kritisch hoor. Ik hoef echt niet alles te kopen. Alleen dat ik denk, ja, wauw. Ja, ik vind hem wel echt heel leuk staan. Oké, deze is nu 16 euro. En op zich vind ik dit soort zwarte trui altijd wel leuk bij mezelf staan. Ik moet zeggen, ik heb ook zo'n trui van H&M. Die draag ik tegenwoordig niet echt meer. Maar het is ook wel een wat stevigere stof. En deze is best dun. Dat vind ik eigenlijk wel erg lekker. En die vind ik toch eigenlijk wel heel leuk staan. En Ruben heeft ook laatst zo'n trui gehad van Pool & Bear. En dat vind ik wel heel leuk staan. Het is echt een promotie van hun winkel. Maar toch vind ik het wel heel leuk. Maar voor 16 euro. Is het bijzonder? Nee. Ja, ik kijk, is het bijzonder? Omdat ik gewoon al best veel kleren heb. Dus dan moet het wel bijzonder zijn. Ik merk dat ik hier een beetje zit te trekken. Omdat hij net een beetje kort is. Kijk, dit vind ik dan dus echt wel wat bijzonderder. Maar dat staat me weer minder, denk ik. Hij is 16 euro. Kijk hoe... Oh, de andere kant. Kijk hoe tof. En hij is een beetje half black. Dit vind ik dus geweldig. Zo. Ja, ik denk eigenlijk dat die vorige soort trui beter stond. Maar ik vind die gewoon een beetje saai. En deze is heel leuk. Deze wil ik. Omdat ik dit gewoon wat bijzonderder vind of zo. Weet je wel? Ik zit mezelf echt te verdedigen waarom ik het wil. Ja, net als dit. Dit vind ik echt leuk. Deze is nu maar 20 euro. Eerst iets van 40. Oh, hij is wel... Oh ja, ik dacht dus liever geen hemdjes onder dingen. Maar ik zie dat je dus wel mijn BH ziet. Dus jij wel een hemdje onder moeten. Hij jeukt niet. Dit is toch echt een mooie trui. Maar dan denk ik van... Die zwarte Pool & Bear stond volgens mij mooier. Ja. Ik kijk altijd, zeg maar, als ik pas een keer uitkom, ga ik alle beelden terugkijken. En dan ga ik beslissen wat ik neem. Ja. Nou, ik weet het niet. Kijk, neem ik dit blouseje weer aan. En dan denk ik, ik vind dit veel leuker dan alle vorige items die ik aan had. Dus. Denk ik een uur later. Ik was even voor Island geweest, naar Topshop, naar Stradivarius en nog wat. Maar overal zag ik steeds echt één leuk ding of zo. Dus daar ga ik niet voor passen. Ik ben nu weer naar Zara. Ik heb even wat... Ja, het is weer super druk hoor. Dus ik pak maar gewoon wat ik een beetje leuk vind. Ik heb niet echt, ben niet zeg maar echt super erg op zoek, goed aan het kijken. Maar daar vind ik het gewoon zo druk voor. Deze heb ik aan, hij is 26 euro. Maar hij is echt te kort. Ja, hij is heel mooi, want het is zeg maar echt een... velvetachtig stofje. Weet je, ik vind het trouwens zo vervelend dat mensen gewoon naar binnen kunnen kijken. Bij al die gordijnen. Ik vind hem echt heel mooi. Maar hij is echt veel te kort. Ja. Deze is ook 26, maar ik vind hem echt heel kinderachtig en raar. En hij zit ook best wel strak. Dit blouseje is 18, maar hij zit heel raar. Kijk hoe hij bij mijn armen zit. Heel strak. En ik vind hem wel mooi staan. Niet heel bijzonder, maar wel mooi.
Maar dit kan echt niet bij mijn armen. Alles is klein. Maar ik heb ook echt allemaal emmetjes en elletjes. Omdat mijn maat echt heet op is. Dit zit echt hemels. Dit is gewoon suède. Ik bedoel, een suède blouse. Echt wauw. Hij is 18 euro. Ik vind hem een beetje te donkergroen. En ook strak. Nee. Nope. Okay, ik vind deze echt heel mooi staan. Hij is 18 euro in de sale. Ik vind hem super sexy. Echt heel sexy. Ja. Deze wil ik wel. Ja. Denk ik. Toch? Ik vind hem echt mooi. Dit zit erop. Oh, wat vind ik het jammer dat dit er niet in een L is. Kijk dit. Ik vind hem echt prachtig. En deze zit lekker. Oh, jongens, ik wil deze jas zo graag. Ik vind hem zo tof. Echt net gewoon. Maar ik heb ook echt geen M. Kijk hoe tof ook met je haar zo. Zo vet. Ik ben verliefd. Oh, ik wil zeggen, deze is ook 18, maar logisch. Dit is precies hetzelfde blusje als die zwarte. Kijk. Vind ik ook wel heel leuk. Maar hij zit ook weer heel strak bij mijn armen. Ja, ik vind hem ook heel lieflijk en mooi. Maar ik denk dat ik voor de zwarte ga en dat ik niet twee dezelfde wil kopen. Mooi. Echt mooi. Heel leuk blouseje. Oké, jongens, ik heb serieus echt pas één ding gekocht. Dus als je dat jammer vindt. Sommige mensen vinden het jammer als ik niks koop. Maar dan denk ik echt van, maakt het niet uit. Maar ja, ik vind niks echt perfect staan of zo. Dus misschien is het mijn mood. Ik weet het niet. Het is ook wel erg leuk. Oké, wie herinnert zich de gestruin nog? Hij is nu in een L. Ik ben zo blij. Want ik wilde hem in een L. En ik ging naar de Lush en er was toch heel veel sale, dus ik ben echt super blij. Ik ben in de Primark en ik ben serieus 5 verdiepingen afgelopen en ik vind alles hetzelfde. En ik heb alles al gezien. En ik wil even dit aan jullie laten zien, deze. Ik denk dat heel veel dit wel een leuke vinden. Kijk, hij is heel erg zacht. Charlotte. Woehoe. Hey jongens, ik ben in de Primark en ik had de moed echt opgegeven, want ik vond alle leuke winkels gingen dicht. En alles wat nog open was, daar ken ik alles echt uit mijn hoofd voor mijn gevoel. Maar toen werd ik herkend. En dat vind ik echt super leuk, daar word ik heel vrolijk van. En toen had ik Starbucks genomen, dus toen kreeg ik weer energie. En toen werd ik weer herkend, dus dat vind ik heel erg leuk. En toen kreeg ik ineens weer energie. En nu heb ik deze 8 dingetjes bij de Primark. Woehoe, en die ga ik nu passen. Oké, misschien herkennen jullie deze trui wel. Ik heb hem al in het roze en in het aubergine-achtig. Hij is 16 euro. En ik had hem toen niet ook in deze kleur gekocht, want ik dacht dat is too much. Maar toen wist ik nog niet hoe chill deze truien zijn. En toen waren ze eigenlijk er niet meer. En nu zie ik er nog eentje bij maat. Dus deze ga ik sowieso nemen. Het is ook echt wel een tof kleurtje. Ik ben zo gek op deze truien. Dus deze neem ik. Deze trui is 14. En ik heb laatst dus een soort donker, zo'n gele trui gekocht. Die is echt wel heel anders. En ook al een chenille-achtig in deze kleur. Maar deze is net iets geler. En ik vind die okergele kleurtjes altijd heel leuk. Maar iets minder bij mezelf. En dit is iets feller. Dat vind ik heel leuk staan. Ik heb er nu een die ook van chenille is. Wat een licht hier trouwens. En deze kleur. Hij is wel heel schattig. Het is een beetje van die pluisjes. Maar ik weet dus niet. Ik denk dat ik hem niet neem omdat ik er al eentje heb die er echt heel erg op lijkt. En die heb ik echt net nieuw. Oké, deze is 12. Ik heb wel het gevoel dat ze de trui weer iets goedkoper aan het maken zijn. Want eerst was alle 16. En nu zie ik een trui van 12 en 14. Hij is weer chenille. Het is echt heel slecht licht hier. Ik vind het wel leuk, een beetje dit weinige. Maar ja. Ja, weer chenille, hè. Worden jullie niet gek van me? Alles in chenille stofje wil. Ik vind hem niet duur, maar ook niet echt boeiend, denk ik. Deze is 13 en ik wist toen ik hem zag hangen dat hij heel saai leek, maar dat hij eigenlijk best wel cool is. Ik vind hem best wel tof. Maar hoe je dit dan... Wow. Ja, ik vind het weer net te groot om een... Oh, mijn grip zit open. Ik vind het dan net te groot om in je broek te gaan stoppen. Ik bedoel, het is wel heel veel stof. Die trui van Pull & Bear was ook heel groot, maar ik vind hem wel heel leuk. Alleen... Nou, ik weet het niet. Kijk, hier kan je het beter zien. Ik vind het wel leuk. Kijk, ik vind het echt wel heel leuk eigenlijk. Ook op een rok. Met dan nog wel iets... Kijk, het zou bijna als jurk kunnen. Eigenlijk vind ik hem echt heel leuk. Nu ik hem zo zie. Ik ben echt trots op Primark dat ze hun prijzen weer net iets lager hebben gemaakt. Deze trui. Ik zag hem toen dacht ik, hij kan je of heel saai staan of heel leuk. En als ik eerlijk ben, vind ik dit heel leuk bij mezelf staan. Een beetje zo'n soort oldschool blauw kleurtje. Ook op deze zwarte broek vind ik hem leuk. Op zich niet een hele standaard blauwe kleur. En daarom vind ik hem wel leuk. Deze is 13 en ik vind deze kleur geweldig.
Niet op zwart hoor. Het stofje is niet heel boeiend. Echt een beetje zo'n heel saai. Ik weet niet. Ik vind het zo'n saaie stof. Maar weer zo'n kraag die ik wel mooi vind. Echt een bubbelkleur. Ik weet niet of ik hem bij mezelf heel mooi vind, maar ik vind de kleur dus geweldig. Ik vind het alleen nog geweldig om hier bijvoorbeeld video's mee op te nemen met deze kleur. Zo van, hey! Maar ik weet niet of ik hem echt heel vaak ga dragen. Die split vind ik ook wel leuk. Wat vinden jullie? Over deze twijfel ik eigenlijk al toen ik hem zag hangen, want ik vind dus dingen met balletjes heel leuk. Maar specifiek deze kleurballetjes vind ik niet super geweldig of zo. Hij is 16. Ik vind hem wel leuk hoor, maar ik denk dat ik hem niet neem. Mensen, herinneren jullie deze trui nog aan de vorige shoplog, heel kort geleden? Toen was hij alleen in XL en nu heb ik hem in een L gevonden. Nog steeds heel groot. Maar ik had toen spijt dat ik hem niet had gekocht, dus ik ben zo blij. Hij is dus 15 en op de website is hij bijvoorbeeld niet in de sale. Dus die is dus van de H&M. Dus die heb ik gekocht. Heel blij mee. Ik heb even geen hemdje helaas om het onder te passen, dus het ziet er nu niet echt uit. Het is lastig te beoordelen dan. Deze is 23, het vest. Maar het ziet er niet uit op een blouse. Ik kan nu heel lastig inschatten. Ja, je kunt het gewoon niet zien. Je moet echt een hemdje. Maar deze heb ik ook nog nooit eerder gezien. Dus als ik deze wil, dan kan ik altijd nog terug. Hij is wel heel leuk, hè? Ik vind hem net een beetje kort. Oké, jongens, ik twijfel heel erg over deze trui. Dus ik ging even naast die ander houden. Dit is dus die ik heb. En dit is deze. Het verschil is echt minimaal. Dus ik vind dat ik hem dan niet mag. Terwijl ik hem wel eigenlijk leuker vind staan dan die ik heb. Maar ja. Oké, de laatste dingetjes. De rest ligt hier. Oké, let's go. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit had gepakt, maar het was nu maar 10 euro. Maar ik vind hem echt heel mannelijk en het staat me echt niet. Maar kijk, het is een vet suede ribbelstofje. Misschien had ik hem gewoon een grotere maat moeten pakken hoor. Zoals ik het nu zie, vind ik het er echt niet uitzien. Maar ik denk dat heel veel mensen het wel leuk staat trouwens. Voor 10 euro. Ja, ik moet gewoon een grote. Dit is echt een 14 of zo. Ik had hem echt oversized moeten kopen. Hij was eerst serieus 40 euro. Dus ik twijfel echt nu of ik hem even in een grotere maat moet pakken. Ik vind hem heel leuk. Alleen op een blouseje en in deze maat staat hij gewoon niet mooi of zo. Misschien zou ik het bont er ook afhalen. Deze jas is. Steeds zie ik het in het camera en denk ik, het ziet er echt niet uit. Hij is 30 euro. Ik vind hem echt heel mooi. Het is ook weer een soort zachte stof. Maar onder, met een blouseje eronder ziet het er allemaal niet uit of zo. Ik weet niet. Ik vind het namelijk echt een hele mooie jas. Kijk. Nee, het ziet er bij mij echt uit als een soort van. Nee, ik zeg het woord wel niet, maar. Nee, het ziet er echt niet uit. Nog een jas. En als het goed is, is deze nu afgeprijsd naar 15. Weer vind ik hem zeg maar in de spiegel best wel leuk en op camera niet. Nee. Helaas. Lui, ik pas even over mijn blouse heen. Deze trui is nu maar 3 euro. Maar alsnog, ook is hij maar 3 euro. Echt niet boeiend. Nee. Hetzelfde geldt voor deze. 3 euro, maar niet boeiend. Ik heb het ook veel te groot gepakt. Ik dacht dat die band er zeg maar strak zou zitten. En dan vond ik het wel leuk. Oversized. Nee. Ja, 3. Ja. Voor 3 euro? Nee. 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 Jongens, 4 euro. Wil ik hem of niet? Dan ziet het kinderachtig. Super goed voor het milieu. Al die kartonnen tasjes. Maar met de regen. Zo niet chill. Dus ik ben maar even met de tram gegaan. Hey. Ik ga thuis denk ik nog even een lush shoplog hier achteraan plakken, denk ik. Dus ik zie jullie daar nog even. Hey jongens, toen ik thuis kwam was het al donker en nu is het alweer de dag erna bijna donker. Dus ik ga heel snel aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Het zit in dit tasje. Ik weet dat heel veel lush heel leuk vinden. Dus mocht het je niet interesseren, dan was het tot nu de Paswalkie shoplog. En zo wel, kun je even kijken. Voor 2,48 kocht ik Sherbet Dip. Een bath bomb. En hij ziet er niet zo bijzonder uit. En mensen in de winkel zeiden ook van, oh die vind ik niet zo leuk. Maar ik vind hem dus echt heel lekker ruiken. De kwaliteit is nu trouwens niet heel goed op mijn camera, want het is bijna donker, maar dat is deze. En ik hou een beetje van die basic dingetjes en hij ruikt echt naar Lush winkel en dan een beetje het citrusgeurtje binnen de Lush winkel. En ik denk dat hij van binnen misschien ook groen wordt. Mocht je benieuwd zijn hiernaar, als ik in bad ga en ik heb mijn mobiels niet leeg, dan laat ik het altijd zien op Instastory. Echt altijd. Als ik bij mijn ouders ben. Dus wil je dit zien, moet je even op Insta kijken. Voor 2,98 kocht ik de Bath Bomb Christmas Sweater. En ik kende deze dus allemaal niet. Volgens mij zijn ze nieuw. Dat is deze. En het is echt een super zware. Oh, en deze ruikt naar een soort van kruidige geurkaars. Die echt in de herfst. Ook een beetje winter. Nee, winter spice. Dit ruikt echt naar thee en koffie en winter en kaarsen. Echt heerlijk. Dan kocht ik voor 3,48... De Snow Fairy Jelly Bomb. En ze hebben nu dus jelly bombs. Ik had al gezien dat het niet heel boeiend is. Dat als je het in je bad doet, wordt je bad een heel klein beetje jelly. Maar echt minimaal.
Maar daar nam ik hem niet voor, want Snow Fairy is echt top. De Snow Fairy geur. Hij ziet er super leuk uit. Ik ben heel benieuwd hoe deze eruit gaat zien in bad. En hij ruikt dus naar Snow Fairy. Ik had die unboxing gisteren al opgenomen. Maar dat licht was nog crappier. Ik had trouwens ook gewoon mijn licht de lamp kunnen filmen. Dit is Man in the Moon. En deze kostte €3,98. En dit is een bubbelbar. En hij ziet er zo vet uit. Kijk. Dit is een mannetje. Oh ja. Deze ruikt heel citrusachtig. Maar niet naar muggenspray of zo. Echt. Bobby. Heel lekker. En dit is een bubbelbar. Dus je kan je breken. En je kan zelfs gewoon alleen dit stukje gebruiken. En hij heeft een heel klein beetje glitter. Maar gelukkig niet te veel. Want daar hou ik echt niet van. Zo leuk. Oh ja, dan heb ik een zeepje. Deze was nu €4,48. En ik baal dat dit een zeep is en niet voor in de douche. Je kunt het ook wel in de douche gebruiken, maar meestal is zeep toch wel meer voor je handen. Dat is dus deze. En deze is volgens mij ook nieuw. Ik heb het vorige keer allemaal niet gezien. Het is allemaal 50% korting, hè. En hier zit wel wat glitter op. Dan denk ik van, ja, weet je, het ziet er leuk uit, maar ik hou zelf eigenlijk niet van glitter. Ook ga je handen wassen en dan zit je onder de glitter. Maar deze geur, die vrouw aan de kassa zei ook, dit is mijn lievelings. Deze ruikt dus echt, er zit echt perenpulp in. Ja, je kan hem heel klein beetje inkneden. Als je van peer houdt, dit ruikt echt naar perensap met heel veel suiker. Gewoon super lekker. Oh ja, en dan heb ik dus de Snow Fairy Body Conditioner Solid versie. Die is nu €6,75. En ik heb die in een pot en die was nu €11,98. En dit is dus de Solid versie. En dit, ik volg hem ook op Instagram, is dus om verpakking te besparen. Dus dit maken ze in een pot, maar ik krijg de pot er zeg maar niet bij. En dit is gewoon echt een solid. Dus je schijnt er ook heel lang mee te kunnen doen. Als je dus een beetje warm bent, smelt hij nu ook echt een beetje als een butter. Ik vraag me af of ik dit dan nu ook echt moet afwassen. Ik denk het wel, waar hij is voor in de douche. Maar je voelt echt cacaoboter met Snow Fairy geur of zo. En in de douche, nu denk je van wow, ze gaat heel snel op, want ik zit helemaal onder. Maar in de douche ben je dus weer nat. En olie en water stoten elkaar weer af. Dus het schijnt best lang mee te kunnen gaan. Je moet hem alleen wel in een bakje zetten. Maar dat is dus deze. Alleen ik wil hem zo graag gewoon lekker zo gebruiken. Maar ik weet niet of dat kan. Het is namelijk, ja, ik wist deze niet voor. Jawel, hij is voor in de douche. Maar kijk, nu zit ik helemaal lekker onder. Weet iemand dat? Moet ik dit nu afspoelen of hoeft dat helemaal niet? Anders ga ik dit echt elke dag zo op mezelf smeren. Oké, bijna donker. En dan dus de pot. En dat is deze. En de laatste tijd heb ik zoveel last van jeuk op mijn rug, omdat ik dan warm douche en... ik ben echt best wel lui met insmeren en dan kom ik er zo weer niet bij. En als je dat in de douche dan kan doen, is het wel heel erg chill. En dit is dus gewoon eigenlijk een verdunde versie van die solid one. Solid ding. Solid one. En dat is dit. Lekker grote pot. Ik had er vorig jaar al eentje kleine uit de cadeauverpakking. En nu heb ik de pot. Dus daar ben ik super blij mee allemaal. Ik was in totaal €40 kwijt. Dus dat vind ik ook een prima prijsje. Want normaal ga ik altijd echt op tweede kerstdag ga ik altijd. Sinds 3 jaar. Dan pak ik echt super vroeg de trein. En dan ging ik meteen naar Centraal Station voor de sale. Super overdreven, want nu was ik dus veel later en was er ook nog heel veel sale. En ik was in een nieuwe Lush volgens mij in de Kalverstraat met 3 verdiepingen. Heel leuk. Dan nog heel snel even wat ik bij de Primark heb gekocht. Ze hebben een nieuwe make-up lijn. PHR. Wat er een beetje zo medisch uitziet ofzo. Dus deze. Deze was als het goed is €3,50 en dit is een translucent powder. En hij is ook nog eens echt sweat resistant, dus ik ben heel benieuwd. Dan kocht ik laatst die hele mooie diamond lip topper. En die had ik nu in een iets meer roze variant gekocht. Deze zijn echt super mooi. Ik kocht voor €3 een hydrating prep spray, want ik gebruik wel een primer. Maar dit is dus in een spray variant, misschien is dat wel heel chill. En dan kocht ik voor €1 niet doekjes om je gezicht te matteren, maar doekjes om je haar te antifrizzen. En dit is een sheet infused with argan oil. Er staat argon oil. Wij bedoelen ze argan oil. Voor een super smooth finish. Oh, het zijn ook echt maar 10 doekjes. Dus niet eens zo heel veel. Ik ben benieuwd. En deze zag ik laatst al. Toen dacht ik, oh die wil ik, maar ik vind het te duur. En die waren ze €1, dus ik heb meteen 5 pakjes gekocht. Want ik denk dat dit heel goed is. Dit zijn wattenstaafjes. En als je ze breekt, komt er vloeistof uit. Dan kun je meteen make-up weghalen. Bobby. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat was nog even heel snel erachteraan. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En te abonneren als je meer wil zien. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week om 9 uur.